Een speciale levering bij de achteringang van het Textielmuseum. Gebroeders Vermeer Industrial Movement Tilburg bezorgen een supermodern weefgetouw. Vandaag wordt het in het textiellab geplaatst. Als de testen goed verlopen, kan het in december al productie draaien. De transporten komen uit Lindau, Duitsland. Daar komt de weefmachine vandaan. De Lieti is in Italië gebouwd. En de Jacquard-machine is in Lyon gebouwd, in Frankrijk. Ja, het zijn allemaal grote machines, dus daar hebben we een transporteur voor nodig die ons begeleidt in het naar binnen brengen van de machines. Nou, onze specialisatie is eigenlijk dan machines van tot ongeveer 25 ton in één stuk buiten brengen, laden, vervoeren en dan weer lossen en binnenzetten. Een levering biedt iedere keer weer een uitdaging, zo ook bij het Textielmuseum. Namelijk de kleinere ruimte. Je kan niet met groot materieel naar binnen. Dus dat ook met krikjes en wieltjes en goede handwerk om het zo maar te zeggen, om hem op zijn plek te krijgen. Deze machine is 3,60 meter breed, waardoor we eigenlijk veel bredere stoffen kunnen meven met minder confectie. En de markt vraagt gewoon om een bredere doek te kunnen leveren. We maken heel veel verschillende producten. We maken van damast tot wandkleden en huishoudtextiel. De belangrijkste afnemers van het Textielmuseum zijn kunstenaars en ontwerpers. Gebroeders Vermeer doet meer dan alleen industrial movements. Wij verhuren gekalibreerde testgewichten voor het testen van uw kraan- of hijsinstallatie. En we leveren een grote scala aan containers, bijvoorbeeld kantoorcontainers en zeecontainers. Gebroeders Vermeer, we take care of your machinery.